Goedenavond. Een tijdje geleden maakte ik u vanuit het centrale zenuwstelsel van de Nederlandse televisie attent op Spoorloos. Een nieuw programma dat vanaf 2 februari wekelijks op het scherm komt. In Spoorloos gaan we op zoek naar mensen en dingen die in de loop der jaren zoek zijn geraakt. Veel reacties kregen we toen op mijn oproep aan u ons te schrijven als u iemand zocht die u niet meer kon vinden. De meeste van die briefschrijvers bleken iemand te zoeken uit een ver, vaak oorlogsverleden. Maar wellicht leven er onder u vragen over recentere gebeurtenissen. Ik denk bijvoorbeeld aan de intocht van de Beatles in 1964 in Amsterdam. Een maagdenhuisbezetting. De toerzegen van Joop Zoetemelk. Wellicht wil u uw metgezellen van toen nog eens ontmoeten. Schrijf ons als u op zoek bent naar die mensen en die niet kunt vinden. Dan gaan wij samen proberen ze te vinden. Schrijf dan naar Spoorloos, postbus 1920, 1200 BX, Hilversum. Dan kunt u nu gaan kijken naar een samenvatting van de Alles is Anders show van 31 december 1981. En hierin sprak Aad van Heuvel met Wim Kan. En na dit gesprek volgt een optreden van Wim Kan. De beeldkwaliteit laat soms wat te wensen over en daarvoor onze excuses.